En super. Lach je maar uit. Hoi en super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik heb weer een shoplog voor jullie. Ik ben wezen shoppen en ik had een polletje op Instagram geplaatst om te kijken of jullie graag een shoplog wilden. En die was overduidelijk ja. Dus ik ben bij de H&M geweest, bij de Zara geweest en bij de Primark geweest. Ik ga de tas even op de grond neerzetten. Als eerst het van de Zara. Ik zal het ook gelijk even voor jullie aantrekken, zodat jullie zien hoe het staat. Bij de Zara heb ik een luchtje gekocht. Deze wilde ik al echt heel graag. Ik heb ook een andere daarvan, een paarse. En die gebruik ik eigenlijk altijd. En deze had ik nu ook geroken. Die vond ik zo lekker. Die bleef maar in mijn hoofd dat ik dacht, die moet ik ook even halen. Een soort vervroegd Sinterklaas kerstcadeautje voor mezelf. Dus die heel chill. Als volgende heb ik... bruin is er natuurlijk in, dus ik heb allemaal bruin gekocht. Een bruin trainingspak. Deze broek. Aan de onderkant elastiek, aan de bovenkant elastiek. Ik heb alleen wel maat L, want dat was de enige maat nog en ik wilde hem echt heel graag. Dus ik kijk misschien nog wel even verder of ze nog ergens een maat M hebben dat ik hem nog kan ruilen. Maar I like it a lot. Ik zal zo meteen even laten zien... hoe die staat met deze trui erbij die erbij hoort. En die heb ik in maat M. Dus dit is gewoon een normale trui. Bruin. Bruin. Gewoon basic. Niet veel bijzonders. Dit is het bruine pak. Echt leuk. Ja, helemaal blij mee. Kijk, hier kun je gewoon knopen. Dat is dan de L. Nou ja, het maakt niet zoveel uit. De trui zit er overheen. Helemaal leuk. Dan heb ik nog een bruin shirtje van de Zara. Die heb ik in maat M genomen. Het is een soort polootje, polo-achtig shirt met lange mouwen en een kraagje. Echt heel cute. Dit is het bruine topje. Heel leuk, lange mouwtjes en leuk V-halsje en kropt. I like it. Dat was het al voor de Zara. Dan gaan we verder met H&M. Oeh, deze tas is zo zwaar. Ik heb twee pakken bij H&M gekocht. Een grijze. Dit is het jasje. Echt heel mooi. En daarbij, deze heb ik trouwens in maat S. En daarbij heb ik ook de broek. En deze is een slim slacks regular waist. Een slim slacks regular waist. Gewoon met straight leg, grijze broek. Ik zal even laten zien hoe dit pak staat. Dit is het grijze pak. I love it, love it, love it, love it. Ja, ik heb nu geen schoenen aan, maar er kunnen gimpen onder of blokhakken eigenlijk. Vind ik wel vet. Ik heb nu een zwart shirtje eronder, maar dat kan van alles zijn. Of een blouseje of iets. Het volgende pak wat ik heb gehaald is een pak, een zwart pak met hele dunne witte lijntjes. Ik denk wel dat je het kan zien. En er zit wel ook schoudervulling in. Deze heb ik in de maat M. Ik heb hem al aangehad. Hij is echt heel leuk. Best wel groot. En daar hoort deze broek bij. En die loopt dus wel ietsje wijder uit. Dit pak is echt wel een beetje, valt echt wel oversized. Maar hij is zo leuk. Ik heb hem in maat 38 deze broek. Hoppa. Ik laat even zien hoe dit pak staat. Zo, dit is het andere pak. Nu zie je de lijntjes ook goed. Echt super vet. Ja, ik wilde dan witte sneakers onder doen. Lijkt me echt fantastisch. Ja, ik vind hem helemaal leuk. Je ziet ook wel dat hij een beetje lekker oversized is. En de pijpen dat die ietsje wijder zijn. Dit ook. Dit is volgens mij of een M of een S. Die had nog wel... die had bij twee mensen nog wel dichtgekund. Maar ik vind het wel leuk als het zo oversized valt. Het is ook weer niet te groot. Ik vind het gewoon mooi. Wat ik verder nog heb van de H&M is deze bruine. Oep. Hier, gaat los.
bruine legging broek. Dat is een maat S. En die heeft ja, een soort ribje. En dan hieronder is een soort ja, paardenpoot. Je weet het van die hoeven van een paard. Maar ja, een splitje dus. En het is echt een leggingachtig. Maar ja, ik vind het wel leuk als dan een blouse op met een spencer of een lange jas of iets in die trant. En deze ga ik zo meteen laten zien met hetgene wat ik erbij heb gekocht. Ik heb ook dit zwarte ja, soort corsethemdje gekocht. Deze met aan de achterkant heeft hij dan zo'n ja, strikgevalletje. Het is een heel leuk glimmend stofje. En die doe ik eigenlijk ook aan onder het zwarte pak. Maar ik kan ook heel leuk op deze legging met bijvoorbeeld een colbertje eroverheen of zo. Dus dat is wel schattig. En ik ga eventjes laten zien hoe dit aanstaat. Dit is de bruine legging broek. En dit is ook een topje. En ik heb ook nog een leuk blouseje gekocht bij H&M. In de maat S ook. En deze is kort. Dus je ziet al dat het een soort crop blouse is. Kijk, staat heel leuk. Ik zal eventjes laten zien hoe die aanstaat. Dit is dan het cropped blouseje. Ik vind het echt schattig uitzien. Er kan altijd nog een, ja, iets langs overheen. Maar ja, ik vind het wel echt heel cute. Een keer een blouseje die zo cropped is. Nou, dat was hem alweer voor de H&M. En dan hebben we nog één winkel over. En dat was bij de Primark. Oké, als eerste heb ik daar een fluffbal gekocht. Nee, maar eerlijk, dit is zo zacht. Oh, heerlijk. Mijn moeder heeft deze ook en die heb ik al een paar keer gewoon van haar aangehad. Maar dit is echt, oh, en het is ook zo stretchy. En ik doe hem dan altijd zo dragen dat ik hem krop doe. Maar ja, dit is dus echt helemaal geweldig. Oké. Ik weet even niet zeker of die aan het filmen was. Ik dacht even checken. Maar goed, deze trui dus. Ik laat even zien hoe die staat. Nou, dit is de witte trui. Echt leuk, vooral met ketting eigenlijk. En ik vind het ook nog wel eens leuk om hem dan zo te dragen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dit is wel echt zo lekker warm. Oh, kijk hoe zacht. Nou, dat was de trui. Ik heb ook een pak gekocht bij de Primark. En mijn moeder heeft deze ook. En hij was nu afgeprijsd. Dus precies mijn maat nog. Ze hebben er wel de hangers erbij gegeven. Ja, ik heb wel een maat 40 genomen. Maar hij was van 16 of zo. Nu naar, oh nee, van 19 nu naar 10. Dit is de blazer. Zonder knoop. Ja, ik heb een maat 40. En de broek die daarbij hoorde is deze. Die heb ik ook in de maat 40. Ik had gewoon gepast en het paste echt perfect. Dus deze is ook met rechte pijpen. En ook maat 40 dan. En er zit geen knoop in. Dus alleen elastiek. Dus echt heel erg fijn. Ik zal even laten zien hoe dit pak staat. Dit is het beige pak van de Primark. Kijk, hij zit gewoon mooi hier zo. Kan eventueel nog een riem in als je het zou willen. Het jasje kan niet dicht, maar vind ik ook wel leuk staan eigenlijk. Kijk hoe mooi. Ja, hij is wel gewoon tot de enkels. Dus dan kan je ook weer gimpen onderaan of whatever. Kijk nou hoe leuk. Yay! Ik had al heel lang een trui gezien bij de Primark. En nu eindelijk hier in Arnhem was hij er. Dat is deze. Ik heb mijn maat S en met deze vlakjes. Kijk nou hoe leuk. Oh, echt geweldig. Ja, echt heel erg leuk. De achterkant is wel gewoon één kleur. Maar deze vlakjes met dat bruine, ja, dat vind ik echt helemaal leuk. Ik zal even laten zien hoe die aanstaat. Dit is de geblokte trui. Ah! Zo leuk. Ik voel me wel een beetje zo'n koe met al die vlekjes, maar echt heel leuk. Zo, dit was hem alweer, de shoplog. Ik ben heel erg blij met alles wat ik gehaald heb. Het was echt lang geleden dat ik geshopt had. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als jullie nog andere video's van mij graag zouden willen zien, laat het dan weten in de reacties hier beneden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Doei!